kijken naar de lichtreactie van de fotosynthese. Je kan het uitgebreide schema ook zien op BINAS 69B1. Daar kan je een iets mooiere versie van wat ik net op het bord heb geproduceerd terugvinden. Je weet, fotosynthese bestaat uit twee deelreacties. De lichtreactie en de donkerreactie. We gaan vandaag naar de lichtreactie kijken hier in dit filmpje. We laten even de onderkant weg. Dat doe ik in het tweede filmpje. Bovenkant de lichtreactie. Dit is eerst een voorstelling wat er energetisch gebeurt. Dus niet fysiek. Dat is de onderkant. Wat er energetisch gebeurt. Je moet je voorstellen dat de x-as is de reis van de elektronen. Dat is de rode pijl. En de y-as is het energiestaat van die elektronen. We werken hier met elektronenparen. Nou, wat gebeurt er? Wit licht, daar beginnen we mee, raakt P680. P680 is chlorofil, een bepaalde vorm van chlorofil, die geëxciteerd raakt, die meer energie kan opnemen door licht van 680 nanometer. En dan mag je zelf opzoeken in je BINAS welke kleur dat is. Die zorgt dat elektronen 2 vanuit die P680, vanuit het reactiecentrum, vanuit dat chlorofil, doorgestuurd worden naar Q. Maar dat kan niet, dan blijft er een gat achter. Dus op het moment dat die twee elektronen hier naar boven worden gestuurd, trekt die twee elektronen uit Z vandaan. En Z is het reactiecentrum van waarmee water wordt gesplitst in O2 en H+. En ik weet dat het bij scheikunde niet mag, maar ja, je kan alles verdubbelen, keer 2 en dan heb je hier geen half O2. Maar ik vind het mooier om hier met een volledig waterstof of met een volledig watermolecuul te beginnen. En deze reis dus met één paar elektronen te doen. Dus H2O wordt gesplitst in een half O2 en 2H+. En daar komen dus twee elektronen bij vrij. En die vullen dat lege gat hier bij P680. Die elektronen die daarvoor dat duwtje hebben gekregen, die zijn geëxciteerd. Die zijn in een hogere schil terechtgekomen, die hebben meer energie. Dus als je van natuurkunde weet, elektronen die in een hogere schil terechtkomen, die hebben dus meer energie. Maar langzaam maar zeker laten ze die energie, die laten ze weer achter, want ze worden steeds doorgegeven. Van Q, whatever that may be, wordt het doorgegeven naar PQ, naar CYT, wat cytochroom betekent, weer naar P en dan naar een nieuw reactiecentrum, P700. En je ziet dat hier verliezen die twee elektronen steeds weer een beetje energie, want we zakken op die y-as. Bij cytochroom gebeurt er iets bijzonders, want daar wordt in dat stapje de energie gebruikt om van ADP en P, inorganisch fosfaat, ATP te maken. Een stap die we inmiddels al uit den treuren kennen. Ja, dus hier wordt de energie van die elektronen omgezet in bindingsenergie van het ATP. Dat komt hierbij vrij. En dat is mooi meegenomen, want we weten dat die lichtreactie moet ATP produceren om die de Kelvincyclus, ook wel in het boek donkerreactie genoemd, om die te kunnen laten draaien. ATP wordt geproduceerd. Die elektronen die vervolgen een reis naar P700, het reactiecentrum P700. En dat is ook weer chlorofiel, net iets anders, reageert op licht met een golflengte van 700 nanometer. En dan mag je ook weer opzoeken welke kleur dat is. En die elektronen die krijgen een net iets hogere geëxciteerde status, net meer energie dan ze hier in Q hadden. En dat is waar het allemaal om te doen is. Die hebben nou zo'n optater gekregen. Ze worden doorgegeven aan ferritoxine, die ze uiteindelijk doorgeeft aan NADP-reductase. Die bindt die elektronen met NADP+, en 2H+, tot NADPH+H+. Klopt dat qua lading? Ik heb hier 2H+, en een derde H+. Ik heb hier er maar 1, maar dat klopt, want die 2E-min, die elektronen, die vangt die ook op. Dus hier heb ik 3+, plus 2-min, en dan heb ik daar maar 1+ over. Dus dat klopt, mooi. Elektronen die volgen hun baan en die worden hier dus uiteindelijk opgenomen. Alles komt samen in dat NADPH+H+. En dat weten we ook. Dat was namelijk het tweede component wat nodig is om die Kelvincyclus op gang te houden. ATP hebben we hier geproduceerd. NADPH+H+ hebben we daar geproduceerd. Dit is de fotosynthese. Het deel, de lichtreactie, wat dus door licht wordt aangedreven. Die Kelvincyclus die heeft alleen ATP en NADPH+H+ nodig.
en die heeft dus geen licht nodig. Dit is het onderdeel waar licht nodig is. En kennelijk licht van 786 nanometer. We gaan in het filmpje hierna, deel 2, gaan we kijken wat er nou fysiek gebeurt op dat membraan. Waar al deze stoffen nou daadwerkelijk zitten. Tot zo.